Mijn naam is Dien Riemers, vergeet geen blauwe duim omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken, dan blijven jullie op de hoogte wanneer er een nieuwe video online komt. Doe dat zeker, want zijn, ja... Voilà. Ja, dus ik ben nu opnieuw beginnen de vlogs in elkaar te steken en... ze aan het uploaden bij deze. Ik ga ze bieden naar At The Corner. Nee, niet voor eclairs of croissants of noem maar op. Nee, ik ga gewoon wit brood halen. Dan kan ik hier ook lekker eten. Want de deze heeft hier honger. En ik ga je nog één ding zeggen. Ik heb heel slecht geslapen deze nacht. Van die machineke. Ik vond mijn gemak niet. Maar dat maakt niet uit. Ik zit dus nog altijd in de vakantiemode. Dat betekent dat ik dan zeg het help. Dat ik mij nog morgen nog eens te goed kan uitslapen. Morgen is vrijdag, dus. Ik heb mijn vakantie toch wel anders erin gezien hoor. Ik heb hier nu die 4K downloader weer al opstarten. Dat ik nog de overige bestanden nog kan downloaden wat ik nog moet. En dat zijn er nog in totaal, hè? Ik kan het u trekken, denk je. Want het is aan het opstarten. En dat is niet echt een fantastisch weer buiten. Dat zeg ik u ook nu nog maar. Het is goed bewolkt. Ik zie dat het ook zo wat aan het sniffelen is. Oh, niet leuk. Ah wel, ik moet er nog 38.736. Het zit al onder de 40.000, dat is al goed. Ik heb nog gauw, ik weet niet als het hier ligt of in mijn wagen. Oeh, hier staat nog een blikje Fanta. Oh, die is leeg. Ik heb hem hier niet staan. Ja. Maar ja, ik zie jullie toch zometeen terug. Want ik ga even gewoon mijn ontbijt halen. Dus mijn witbrood. En dan kan ik hier even iets lekkers eten. En dat moet ook gebeuren. Vind ik. Even wat plaats maken. Voor ze bieten kunnen zitten. En die is dan ook bezig. Dat is toppie. Allee, tot zelfs. Yo, yo, yo. Dat het nu heilig begint te regenen. Als ik echt brood moet gaan halen. Ah, oh, geweldig toch. Ik heb het toch altijd zitten te vlaggen. Dus in dit maar niet zo veel nat worden van mijn hoofd. Dus dan moet ik ook nog eens oppassen. Oh, amai man. Is dat hier 30 graden? Ik denk het niet. Dus ik ben nu richting At The Corner aan het gaan. Met een hoge tempo. Allee, ik zie jullie zelfs allemaal thuis aangekomen. En waarom heb ik dan mijn mondmasker nog aan? Dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Ik ga nu eerst een goede lekkere ontbijt doen. Jawel. Met de lekkere Nutella Choco. En daar dan nog boter bij. Oh. Maar jammer genoeg drink ik niet zoveel koffie. En ik vind het altijd zo zonde om dan voor één tas koffie te maken. Dan ga ik maar chocomelk drinken. Hier staan de tassen. Dan ga ik maar een chocomelkje drinken. Er zit er een. Oeh, er zit ook al niet meer zoveel in. Ik moet ook nog eens nieuw gaan kopen. De chocopoeder. Ik ga dat zo noemen, voor geen reclame te maken. Maar ik heb toch al reclame gemaakt van al één merk. Ja, zo rap gaat dat. Oei, ja. Nog iets nodig.
chili pakken. Dan ook nog boter en melk. Heb ik ook nog nodig. Dus de melk voor elk. En dan nog de boter. En dan ook nog, oh ja, de lekkere sausies. En dan heb ik ook nog lekker vlees bij mij. Dan moet ik ook nog een scherpe mes hebben. Scherpe mes, scherpe mes. Allee. Waar zijn mijn mesjes naartoe? Ah, ik zie het. Liggen die hier nog in? Nee. Hè? Mijn scherpe messen zijn wat futchi aan het gaan. Ik weet niet waar die naartoe zijn aan het gaan. Dan nog zelfs weer al op papier schrijven dat ik om zo laat heb ontbeten. Op de minuut. Dus dat ga ik dan ook wel even zeggen. Dan ook in de vlog voor jullie. Voilà. Een onderleggertje. Dus dan heb ik de, heb ik dan alles? Nee, de melk en de boter nog. Amai. Veel rondgeschaffel, hè? Voor ontbijt. Hup, zat er een. Voilà, voilà. Klaar. Dan kan ik eindelijk gaan ontbijten. Toppen. Mensen, hier ik nog een keer. Ik heb weer al wat een update uitgebracht op mijn website. Ik ga bij jullie even doornemen. Dus ik ga naar www.psychotv.be. Dan zie je ook dat er in één keer een nieuwspostje is bijgekomen over Hitzone. Maar als je ook naar de playlisten gaat, daar zijn ook opnieuw weer al wat playlisten toegevoegd. Zo gelijk Radio 538, Hitzone 33, dan nog Hitzone 32, Hitzone 31, Hitzone 30. De Hitzone Best of 2004, dat is alles. Dus die zijn er vandaag bijgekomen. En dan ook nog, ah ja, juist, en dan nog Hitzone 26, die stond er ook nog niet tussen in mijn playlist van, op mijn website, van hier blogsysteem. En elke dingen is ook aanklikbaar en dan kunnen jullie dus ook luisteren naar die muziek. Maar YouTube heeft nog altijd wel de recht om video's in privé te zetten ofwel offline gaan te halen. En dan ontbreken die ook weer in mijn playlisten. Wat ik ooit eens ga doen is, ik zit al nu al met 3 pagina's al met muziekcd's. Dus die ga ik dan ja, allemaal nog eens kijken voor te updaten en al. Maar dat is zoveel werk ook. Als je playlisten hebt staan van om de beide 500 liedjes in een playlist. Dus dat kan ook weer al even duren. Dus, en dan heb ik ook weer al een nieuwspostje gemaakt over de Hitzone. Dus dat is tot waar dat ik al ben gebleven. Zodat ik Hitzone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 en 33. En dan nog Hitzone 86, de best of 98. De best of 99, de best of 2000, de best of 2001, de best of 2002, de best of dance 2002, de hitzone best of 2003 en de hitzone best of 2004. Die playlisten zijn allemaal te vinden op mijn website en nog eens integraal op mijn YouTube kanaal. Dus ja, ik probeer ook regelmatig zo liedjes cd's dan in een playlist te steken. En die kun je dan ook weer al terugvinden op mijn YouTube kanaal onder playlists. En ook voeg ik die ook regelmatig toe ook op mijn website. Daar weten jullie dat bij deze. Ik ga nu nog heel eventjes rusten. Want om 2 uur ga ik naar Bea toe.
En dan op naar het ziekenhuis weer al. Hè. Oh, het is weer al zo kut weer. Hè. Ja, ja. Zo, ik vertrek nu richting het Beacke toe en dan richting ziekenhuis. Want het is al 20 voor 2. Om 2:30 moet ik daar zijn. Ik heb ook zeven mondmaskertjes bij voor in het ziekenhuis. Zowel voor mij als ene voor Bea. Ik moet opletten op het verkeer. Dan kan ik ook nog zelfs eten kopen. En dan goed nieuws. Echt goed nieuws. De goede doelen gaan gestort worden. Dus zo gelijk Make-A-Wish gaat gestort worden. 30 euro als... Er was dan nog één doel die ik ging storten. Kom op tegen kanker was het. Dat was het. Kom op tegen kanker en Make-A-Wish. Die worden dus vrijdag gestort. Dan weten jullie dat. En nu ben ik richting Bea aan het gaan. En Bea heeft mijn shoes ook nog geappt. Bea, ben onderweg. Ja. En dan nog een fietser zo in het in de regen. Ja, ik zie ook meer en meer scholieren zo op zo'n elektronische stepje naar school gaan. Dat is ook wel leuk. Maar ja, ik ga jullie nu laten. Ik ga nu richting waar nog wat muziek luisteren en dan ja, bij Bea aankomen. Tot straks allemaal. Hier voor mij staat nog een hele oude brandweerwagen van Hasselt. Dus als er ergens brandt of er is ergens een ongeval gebeurd, bel de 112. Bij deze. Dus als je ook iemand ziet liggen op de straat of zo, of er is een ongeval gebeurd, stop alsjeblieft. Of er ergens is er rook of zo, stop alsjeblieft. Ga kijken wat er aan de hand is. En als de hulpdiensten nog niet gebeld zijn, bel de 112. Beter één keer te veel dan één keer te weinig. Bij deze. Ook, stel ik eens even aan bij, bij Bea. Ga ik wel één ding toegeven. En ik hoor mijn tik-tak in neer. Dat is raar. Dat moet ik ook wel even doorgeven. Ik vond dat echt heel raar. Ik ga ze beet nog eens in de stralen weer doen. Dus even horen als ik naar die kant moet. Die kant doet het. Tik tak. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. Oké. En ik ga ik eens horen. Toch wel. Oké. Dus oh. Ja, ik was ook op mijn pinkers aan het letten en ze werken nog perfect. Bij deze. GSM. Welkom weer op een stukje nieuwe vlogje. Kijk eens hoe het er bij mij is. Hey! Ziet er raar uit. Dat heb je me gisteren ook al gevraagd en wat heb ik toen geantwoord? Ja. Maar vandaag mag het er eindelijk vanaf. Oh, misschien als het goed gewerkt heeft. Want je hebt niet goed geslapen vannacht. Hè. Dat moet je ook aan denken. Ja. Ik heb maar een uurtje geslapen. En daarom dat ik soms pittig heb uitgehaald op Discord. Sorry, ervoor. Omhoog van, ja, ik ben moe. Oh. Die moet nog in de notto zijn.
Ja, ik ben moe en al. Ik ben nog altijd ziek kapot. Ik denk dat ik zelfs, als ik Bea terug naar huis heb gebracht naar het ziekenhuis, dat ik toch nog meer even ga liggen. Of ik dat mag. Ik zal je sturen wanneer je mag komen. En waarschijnlijk is dat weer om 7 uur dat, dat mijn medebewoners ervan weten dat je komt. Ah, oké. Dus dan kun je tot 7 uur slapen. Nee. 6:30. Ja. Oké. Ik zie jullie allemaal straks terug, want ik ga nu vertrekken richting het ziekenhuis. En ik heb gezien dat ik mijn houderkje niet bij heb. Doe me toch. Allee, tot straks. Joe. Joe. Ik wacht altijd als zij iets heeft gezegd, hè, mensen. Je ziet het. Niet altijd, want gisteren had je afgestoten en had ik geen joe gezegd. Oh. Oh. Ik heb je op een hoe noemt dat, betrapt? Een foutje betrapt. Een foutje, ja. Oeps. Oeps, I did it again. I blame it. Oké, salut. Ja, mensen, hier in de wachtkamer in het ziekenhuis van het Vierse ziekenhuis hier in Hasselt. Wij gaan ze subiet hier nu afhalen. En dan volgende week moet ik terugkomen. Dan weet ik ook mijn resultaten. Ik zeg het u, ik ben op. Ik heb echt heel weinig geslapen bij deze. Dus jullie gaan het zelf zien, want ik hiervan vanaf ben. Dus geniet nog maar van deze wereld, want die ga ik niet meer terugzien. En mijn schat knikt ook van, nee, dat klopt. Allee, joe. Of wil je ook nog iets zeggen? Nee? Oké, mijn schat wil niks zeggen. Allee, wij wouden even rond gaan rijden. Omdat het nog niet zo laat was. Ja, en kijk eens waar we direct al in terecht zijn gekomen in een file. Ja. Oh, die gaat geparkeerd zijn. Ja, die is de rijstrook af aan het sluiten. Want zie dus, die heeft gewoon een volledige auto meegenomen, die vrachtwagen. Holy shit. Gelukkig geen gewonden, want er zat niemand meer in die auto. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Dus het is alleen maar blikschade. Ja. Dus we hebben echt heel veel geluk gehad. Hun hebben veel geluk gehad. Ja, hun natuurlijk. Hebben veel geluk gehad. Maar ja, ik ben nog wel moe, hè. Ja, dat kan ik weten. Daarmee dat ik wel heb. Ziek is. Daarvoor is mijn schat. Die helpt me echt dood en dood goed. Dood en dood goed, dat is niet goed, hè? Dood. Ik weet niet, ik heb heel nog... goed. Ja. En ik heb hier nog lijm hangen. Oh. Schatje, zelfs kun je thuis douchen. Ja, en dan ga ik dat er afwassen. Ja. Hier zijn bulkas gaan trainen, dat is heel gevaarlijk. En nu heb ik zelf ook nog een fraske gehad. Is dat goed als ik zelfs ergens zo'n broodje ga uithalen? Ja. Ik heb ook licht gezongen, maar ik moet ook anders kan ik vanavond niet eten. Ja, maar ik wacht ook niet tot deze avond. En daar is weer een gele camion, dan doen we altijd dit. Ja, ik heb net ook een gele camion gezien, toen heb ik het niet getikt. Oh, sorry. Dat is niet erg. Oh ja, je weet dat het spelletje terug begonnen is. Ja. Ai. Maar ja, mensen, ik ga jullie laten, want ik ga de GPS onze route laten bepalen. Tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Amai, wat geraalt er bij in een auto. Ik ga sowieso wel één ding iets zeggen. Ik vind het heel jammer dat we moeten afscheid nemen van Boef. Ik vind het echt heel erg. Wij nemen ook bij deze ook in de crew afscheid van, zeg het, holy shit man. En holy shit.
meneer is die geratelde auto. Oh, nice. Hoor je dit? Oh yeah! En die is ook weg. Ik rij 120 er mensen. 120, ik hou mee aan mijn limiet. Die met het ratelmachine ook. Vind ik ook heel goed. Ik moet ook niet te veel lawaai maken nu meer, want het is 22 uur 30 al. Ik ga zo meteen echt mijn bedje opzoeken en slapen. En dan morgen vroeg weer aan de morgen. Red light camera reported ahead. No need to draw attention. Ja. Let's keep this Batmobile in stealth mode. Kijk, ik weet het, Batmobile. Batman. Oh. Ik ga echt heel blij zijn als ik mijn bedje ga zien. Want de vorige nacht of vandaag was het niet goed. Echt niet goed. Oh, nee. Hadden we geraald om eens horen. Doe het ook. Nee, er is van allerlei dingen aan het mislopen op Discord. En ik ga dus een hele grote kuis houden. En die grote kuis, die zullen jullie dan wel hebben gemerkt. Als deze vlog al lang online is gekomen, dan heb je het misschien al gemerkt op Discord. Wij hebben onderling besproken, dus gelijk ik, Tamara, Bea, voor Shift Happens, toch een klein beetje van de server gaan te bannen, omhoog van, hij doet altijd mee, hij kiest altijd de kant ook van de fans. Als ik iets niet heb gezegd of dit of dat, ik ga ook geen beloftes meer maken. Daarbij ook nog dit. Hè. Ik ga nooit geen beloftes meer maken. Echt niet. Ik ga gewoon de server eens de goede opkuisen. Nieuwe moderatoren. Zodat de moderatoren zijn dan Mano, Tamara, ik. Bea, maar Bea is niet echt zo'n moderator, maar ja, dat is gewoon wel dat dat ook mijn vriendin is. Dat ik ook soms op haar account zit, dat ik dan ook wat rechten heb. En dan BRNT, die mag ook, die gaat ook blijven. Ja, hopelijk blijft hem. En dan gaan we zien wat er allemaal gaat gebeuren als... Ja, als ik de server heb opgeruimd, hè. Sorry, ik heb ook al vandaag de server opgeruimd. De mensen die de pauze nog niet hadden geliked. En ja, mensen, ik ben ook naar de Quick geweest voor mijn schatje. Mijn schat wou gewoon echt nog iets eten. Die had nog een hongertje gekregen. En dan zijn we nog wel even langs Quick geweest. Ik heb een cola genomen. En een milkshake aardbei. En het smaakt me wel. Ja. Ik ben het altijd moe geworden. Moe geworden op één vlak. Zo gelijk ook. Er is altijd elke dag wel eens iets op Discord. Ik geef dat eerlijk toe. Ik kan niet eens een dag...
er is niet zijn op Discord. En dat frustreert mij ook heel veel. Want zelfs als hier, als ik met mijn schat zit, dan zeg ik mijn schat, schat, dan zeg ik ja. Ze zijn weer al bezig op Discord, je moet eens gaan kijken. En dan denk ik dan weer van, oh, moet ik echt weer gaan, gaan bemiddelen en al. Ja, het moet heel vaak gebeuren. En dat begint mij een klein beetje tegen te steken. Ik ben moe. Ik ben op. Ik weet niet meer wat ik kan doen voor jullie nog content te stellen op Discord. Laat het mij weten via een PM tussennoods op Discord. Of mail het mij info@cycletv.be. Of laat het hier in de reacties achter. Hoe jullie eigenlijk de toekomst zien zitten met CycleTV. Ik blijf gewoon doorvloggen. Elke dag nog altijd opnieuw en opnieuw opnieuw. Ik ga echt niet stoppen. Ook niet stoppen omwille van een paar onnozelaars. Pugelijk noem ik nu geen namen. Maar ik ben gewoon op en ik kan ermee verder. Daarom die ook die opkuis. Bij deze, sorry, shift happens. Dat het zo moest gebeuren. Maar ik als baas had blijkbaar bijna niks meer te zeggen op mijn eigen Discord server. Echt niet. En dat moet veranderen. En jullie zeggen ook van, oh, er scheelt wel iets met die Dimitri. Hij is weer al ziek en al. Ja, ik sukkel met mijn gezondheid momenteel. Ik sukkel met mijn gezondheid heel fel. Maar ik kom zo meteen terug, want ik ga ook even tegen mijn schatje zeggen dat ik veilig en wel ben thuis ben. Bij deze... Waarom neem ik dit nu op in een auto? Omwille van, ik weet wel wie probleem. Ik ga ook geen namen daar ook niet meer aan vuil maken. Ik ga dus deze keer op mijn strepen staan en niet meer bij mij laten sollen. Bijvoorbeeld, als ik zeg bijvoorbeeld, kijk, ik heb nu opnieuw een extra kanaal al aangemaakt op mijn Discord. Om te laten zien. Dus als je naar de Discord server wilt komen. De link staat hier in de beschrijving. In de description. Hoe moet ik het zeggen? Ik heb dus, ja, dus een nieuwe channel aangemaakt. Omwille van die quiz. Er gaat opnieuw een quiz komen. Ik weet niet meer juist welke datum, maar dat zie ik wel op de Discord. Het gaat op een zaterdag zijn om 2:00, dat weet ik wel. Maar niet op mijn papa zijn een verjaardag, dat wil ik ook niet, want die verjaart op 17 november. Oktober. En ik verjaar op 17 november. En ook een goede kameraad, die verjaart ook een maand vroeger dan mij. 17 oktober ook, op mijn papa zijn er verjaardag. Daar ben ik wel echt heel blij om. Zo vergeet ik hem ook niet. Bij deze. Als hij kijkt naar mijn vlog, dan weet hij perfect over wie ik, dat ik het heb. Dat het over hem gaat. En ik blijf hier gewoon zo witte dingetjes van mijn, uit mijn hoofd halen. Hè? Van die plexel, van die kapke wat ik aan had. Hadden jullie het nog gezien nog in het begin van de vlog? Nu heb ik het niet meer aan. Ja, ik heb het echt ja, moeilijk. Omwille van... Ik wil er iets van maken, maar het gepush en al... Ja, dat zet me continu op denken van hoe krijg ik het rustig terug op Discord, dit, dat. Ik zit dan niet echt meer te denken van, wat ga ik morgen filmen? Oh, wat ga ik morgen weer op doen? Zo zit ik niet meer te denken, dat is fout. Ela.
Je zet mij in het donker. Oké, okay, er is terug light. Ja, dus ik wil terug zo beginnen te denken van hoe ga ik de vlogs terug interessanter maken. Zo gelijk, ja, ik wou deze week ook gaan naar magneetvissen. Dat is nog altijd perfect mogelijk. Dat kan ik misschien nog zaterdag doen, samen misschien met Bea. Dan gaan we nog zien. Oftewel, kan zijn dat er een hele mooie vlogopkomst is. Want we gaan hoogstwaarschijnlijk 9 van de 10 kansen zwemmen. Want dat willen we ook nog eens doen. We gaan zwemmen. En dan kan ik daar ook een hele mooie zwemvlog van maken. Hoe wij amuseren in Sunparks Mall. Waar we ook elk jaar opnieuw een Halloween editie doen. Dit jaar, jammer genoeg, gaat het niet door. Omwille van de, ja, je weet het wel, de corona gedoe. Moet ik het deze jaar 1 jaar overslaan. Oh, niet leuk. Maar ja, maakt niet uit. Ja. Ik weet het niet. Ik weet het dus echt niet meer. Hoe ik het anders kan gaan oplossen om een volledige nieuwe start te nemen op Discord. Een propere lijn. Vanaf echt, ja, vanaf vrijdag wil ik dat echt doen. Dus, ja, dan is al 7. Pak dan zaterdag, dat dan alles ingaat. Dus zaterdag om 00:01 seconde. Dus dat het gewoon terug rustig moet zijn. Ja, dan hebben we al niet meer als een moderator shift happens. Want er zijn zoveel dingen ook gebeurd wat ook niet door de beugel kan. En ja, daar heb ik niet op zitten na te denken. Ja, het is toch nog wel redelijk laat, ook nog redelijk veel volk hier nog soms door. Maar dat zijn puur voor die weekhuisjes, kinder. Ja. Ik weet niet meer hoe ik het anders zou moeten aanpakken bij deze. Voor de rest is er niemand gebannen, dus ja, shift happens. Dus ook dat ik zo wat uit aan het vliegen ook op de EXO. En dat wil ik dus ook dat ook stopt. Dus daarbij dat ik deze maatregel ook ga nemen. Dat is onderling besproken met de crew. Sorry, shift happens. De eerste crewleden hebben sowieso altijd iets meer macht als de nieuwkomelingen. Dat geef ik eerlijk toe. En dan, daar wordt dan altijd eerst naar geluisterd. Dus de meerderheid is zo, wie erin zit is Bea, Tamara, Mano en ik. En eigenlijk ook Dragon, maar Dragon heeft ons ook een klein beetje verlaten. Ook omwille van, ja, dat daar ook is misgelopen met Shift Happens. Dus bij deze. Ik wil dat de chat terug echt heel rustig is. Echt rustig. Dat er terug leuk kan gechat worden. Dat ik dus ook eens kan zeggen van, oké, en daar denk ik niet aan Discord. Laat mijn fans daar maar bezig zijn. Laat ze maar tegen elkaar chatten. Maar wel op een deftige manier. Dat ik ook eens anders een dagje er eens niet op moet zijn. Want het is echt elke dag opnieuw raken. En elke dag zit ik op Discord. Om ja, de gemoederen te bedaren. En ja, daar wil ik dat het dan echt ermee stopt.
Voor de rest, ja, heb ik niet meer veel te vertellen. Want je ziet, het is al de tweede keer dat hij er fucking licht uitspringt. En nu wordt hij zeker niet meer helemaal aangaan of wat. Allee, dat meent je toch niet, hè? Ah. Oké. Okay. Oh, ja. Oké. Okay. Dus ik wil dan nu de rest van mijn woorden niet meer aan vuil maken. Ik heb ook wel nog een leuke dag gehad met Bea. Bea is ook met mij samen naar het ziekenhuis gegaan. En dat vond ik ook echt geweldig. Dus ik ga ook even zeggen hoe mijn dag is geweest. Dus wij zijn dan samen naar het ziekenhuis geweest. Ik heb dan nog, vandaag heb ik ook nog gewerkt aan mijn website. Ik denk dat ik die fragmentjes al deze morgen al ook heb gemaakt en gezegd geweest wat er ook is aangepast is geweest op mijn website. Zo niet, ja, ga gewoon naar www.psychotv.be en de eerste nieuwspostje, daar zie je wel dat het van Hitzone is. Dat er redelijk wat playlisten al online staan. Dus ik heb dus echt aan mijn website gewerkt. En dan zeggen ze op de chat, ja, die website boeit ons niet, bla bla bla, dit en dat. Als ik er echt heel graag aan werkt, wat boeit hun dat ik daarop werk, ja of nee? Dus dat is dan ook weer al zoiets van, ja, oké, ik moet echt luisteren naar hun toe. Dus ik moet iets leuks laten vallen door hun. Nee, dat doe ik niet. Wat ik leuk vind, wil ik ook blijven doen. Dus wil ik ook die playlisten maken op YouTube. Ik ben dan nu die hitsong ben ik proberen volledig in orde te maken. En dan ga ik weer al een andere albums dingen zoeken. Waar ook heel veel cd's van bestaan. Ik denk dat ik dan denk aan Eminem of en Q-Music. Zo van die cd's dat ik die ook nog allemaal ga online zetten. Dus ga gewoon de playlisten op YouTube. Omwille van, ik maak die playlisten op YouTube. Maar, ik zeg jullie nog altijd, YouTube heeft nog altijd de volledige rechten om die filmpjes in privé te zetten of te verwijderen. Dus als het niet toegestaan is. Ik maak die playlist voor de eerste keer dat het volledig is. En dan na bepaalde maanden verdwijnt er altijd wat filmpjes uit en al. Daar kan ik niks aan doen. Dat is YouTube. Dus bij deze. Ja, en dan ja, dus dan ben ik mijn schat gaan halen. Dus ik, dan ben ik mijn schat gaan halen. Dan zijn we samen naar het ziekenhuis gegaan. Dan heb ik nog even rond te rijden. Zijn we ook in een file terechtgekomen. Ik weet niet als ik die beelden ook heb gefilmd van die ongeval. Zo niet. Vrachtwagen. De gewone weg. Vrachtwagen stond nog zo. Maar dat stond een auto zo echt dwars tegen de vrachtwagen aan. Dus dan, voilà. Bij deze heb ik ook even dan in de file gestaan. Daarna heb ik mijn schat terug naar thuis gebracht. Heb ik mij even wat bezig gehouden. Dan ben ik terug naar mijn schat gegaan. Dan hebben we dan ook nog Enzo Knol gekeken. Familie gekeken. Dan hebben we ook nog wel gepraat met Tamara. En daar is dan ook die beslissing gevallen bij deze. Heel veel bedankt om te kijken naar mijn gelul. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Zo blijven jullie op de hoogte. Wanneer dat er eigenlijk een nieuwe video online gaat komen op, jawel, Psycho TV. Dus bij deze, we gaan er een nieuwe start van maken. We gaan er iets heel leuks van maken. Onthoud dat ook. Er zijn bepaalde mensen van de server gegooid. Ook een moderator is in de fout gegaan. En bij deze kan ik het niet langer tolereren en heb ik ook maatregelen genomen. Met samenspraak met mijn andere crewleden. De oude kern, zal ik zo zeggen, bij deze. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Ciao.